What the f, bro? What the f? Bro, maar hij is wel sick, hè? Bro, ik denk dat niet doorgeslikt in het begin, hè? Bro! We zijn net in die attractie moeten gaan. De snelste en de hoogste attractie van de Benelux. Ja. Daar komen we. Moet ik mijn telefoon hier laten? Yes. This is wonderful donut. Ja, weet je, ik zag gewoon al dat ik dit niet erin is. Maar 27,9% van jullie, van alle mensen die mijn fucking video's kijken, zijn geabonneerd op mijn channel. That's fucking crazy. Fucking crazy. Ik zou het heel leuk vinden, guys, misschien jullie even de video liken. En vooral abonneren op het channel. Geniet van de video en thanks for watching. Damn. Dat is een sunshine. Nani? Yo, what's up guys? Welkom bij een nieuwe vlog. We're back on the YouTube grind. Vandaag zijn we in Hasselt voor een opdracht voor Studio Rebel. Was amazing, was good. Twee dagen hard geknald. Tasje en ik hebben een super nice date bij de Bloesems in Hasselt City. We hebben nog niet gegeten vandaag, dus we gaan eerst even iets afhalen bij de Waswas. Amazing. So we made it to the location. Ik ben even water vergeten in de auto. We might get thirsty from all this delicious food. Sta hier, man. Ja. This is the place. This is the spot. We're gonna have some dinner. We're gonna have some dates. Voor alle mensen die ook van plan zijn om bloemenveldjes te gaan bezoeken. Pas wel een beetje op met de bloemen. Probeer niks te beschadigen. Laat geen vuil achter. Super mooie locatie. Maar het zou natuurlijk sad zijn moesten jullie die gaan ruïnen. Goeie shit. Dat is helemaal. Another day, another outfit. Yes, yes, vrienden en vriendinnen van de YouTubes. Vandaag, wow, goed, ik hoop dat jullie mij kunnen zien zo, anders bad luck. Dus, wat echt GPS? Na uur! Wait, what the f, bro? Het zou echt super kut zijn, moest ik in de attractie moeten gaan terwijl het super hard regent. Maar voorlopig ziet het er goed uit. Nice, de zon schijnt. Psych! Oh, ik ben echt niet aan het zeveren. Op het moment dat ik hier uitstap, begint dat fucking hard te regenen. Ik moest even bellen naar Lore. Hallo? Ik sta aan de inkom, ik moest je blijkbaar bellen als ik aankwam, kan dat? Je mag gewoon. Dan gaan we met mijn pannetje en dan moet je gewoon heel sterk door. Als je het niet vindt, dan kom ik hier zoeken. Oké, nee, perfect. Dan kom ik eraan. Tot zo. Dus ik moet helemaal door het park wandelen. Ik had me trouwens ook gevraagd dat ik een extra kledij wil meebrengen. For some reason, ik heb echt geen idee waarom. Maar ja, ik moet die blijkbaar op plannen halen. Bij een van de chickie. Dus we gaan eens checken. Ik heb Sophie of juste de petite chule, petite flèche. Hier of juste de petite chule, petite flèche. Toujours juste droite. Maar het zie je deze kaart. We moeten dus letterlijk door heel het park. What the fuck? Kleine wandeling, shit. Dus we moeten helemaal naar hier, de Conda. Dus voor mij is het nog niet duidelijk zijn, we zijn vandaag in Walibi. Dit is de Conda, de nieuwe attractie van Walibi, komen testen. Samen met Dijkmijk. Dus ja, ik ben benieuwd. De kans bestaat dat ik verloren ga lopen. Dus als deze vlog nooit online komt, dan weten jullie dat ik gestorven ben in Walibi. Super nice. Testing out the attraction. Met niemand erin. Ik moet dus nu eerst mijn coronatest gaan afnemen. Hey, bro, met zo'n zieke beat op de achtergrond. Moest niemand mij nu bezig zien, maat. Gelukkig is er niemand, dus ik kan doen wat ik wil. Wow, ik kan doen wat ik wil. Oké, okay, moving on. Ik word afgeleid. I'm getting distracted. Hoe groot het fucking park is dat ik dit allemaal heb kunnen doen tijdens het wandelen. Hè? Ik ben er nog steeds niet gast. Ik ga niet liggen. Dat ziet er wel een beetje een anaconda uit. 15 seconden. 15 seconden per neusgat. Ja, ja. En keer ronddraaien. En is het positief of negatief? Negatief. Let's go. Ah, wes. Nice trui, man. Ik ben echt zwaar blij. Ik heb zoveel. Echt? Ja, die hebben mij maar één opgestuurd. Dat niet zeggen, maar ik denk dat dan zijn flappy trui zo mooi vindt dat hij hem niet aandoet. Ja. Helemaal paniek in de tent. Ik heb hem al heel veel aangehad. Echt zonder grap. Echt een grap. Ja? Ik weet wat dat is. Dat is reetje nice. De eerste flappy hoodie! En ik zag je vorige week en je had zo'n appelblauw zeekunde frak aan. Dacht, en ik vroeg je nog, vind je dat nice die kleur? Ja, dat is fucking nice. Dit is al shit praten hier. Ja. Strekke pauze! Oh, we moeten gaan. Ja, weg! Daar komen we. Moet ik mijn telefoon hier laten? Oké, we gaan even opnemen. Ja. Ik ben Germen en ik heb geld. Zie mijn telefoon. Ik ga daar niet aan doen hè, dat jij geen geld verdient.
delicious. Eet is wonderful donut. Oh, maat. Mijn apparatuur. Ik moet nog geen melk gaan drinken, want ik ga kotsen. Zou wel lozen als jullie zo lactose intolerant zijn, dan moet je zo melk zippen. Maar ik ben ook. Ja, weet je, ik zag gewoon al dat ik deze niet erin is. Maar ik zie dat ik kan sterven dan, Mike. Bro. Ik weet dat niet door is niet in het begin, hè. Bro. Oh, je bent een held, dank u. Merci. Oei, yo. Als ik het water drink, dan kan ik er wel nog praten. Anders niet meer. We zijn net in die attractie moeten gaan. De snelste en de hoogste attractie van de Benelux. En voor we erin gingen, zeggen ze tegen mij... Eet deze Carolina Reaper. De heetste peper in de wereld. Als je de beelden gaat zien, ik ben echt letterlijk gestorven een paar keer in de attractie. En alle andere, Jonah, Gerben en Elias, hebben hem niet gegeten. Dat bestaat niet. Die hebben gewoon niks voor, dat kan echt niet. Wat moest jij doen in die attractie? Water drinken? Water drinken, ja. Agar! Ja, ja, ja. I love you! Tweede slachtoffer is gevallen. Cassie is net uit de attractie gekomen. En we gaan even kijken voor een reactie van mevrouw Cassie. Kan halen, hey, alles goed met jou? Ik heb het niet gehaald, man. Je hebt het niet gehaald, man? Ik heb gekotst, bro. Kotsen, man, dat deed ik maar onder. So, what the f, bro? What the fuck, man? Vrijf dat mij doen, ik kom 10 minuten niet kijken. Bro, zet u neer, zet u neer. Bro, maar hij is wel six, hè? Iedereen is echt zo van aas aan het geven. Ik ben gewoon fucking ik ben. Er zijn ook broodjes. Hè? Hier is ook alles zo rood, man. Is dat zeg? Maar ça va? Je kunt daar echt iets grappigs mee doen met die. Ja, ik heb echt van iedereen al zo eentje. Zeg, wie van de boys heeft er gekotst in de laatste wc, de urinoir? Ja. Ik zat zo te pissen en ik zo, kijk zo, ik zo. Maat, ik vind dat we echt zo'n vibe shot moeten nemen. Dat was het, guys. Dank jullie wel om de vlog te checken. Ik ben echt helemaal slecht gegaan, man. Alle mensen die kijken, ik raad aan om geen Carolina Reapers te eten wanneer je in de conda gaat. Sorry voor de lack of content, maar ik ben super druk bezig met Bachelorproof. Wat misschien ook wel leuk is om te weten, is dat mijn Bachelorproof opdracht de nieuwe musicvideo is voor mijn volgende single. Gaat echt heel, heel nice zijn. Ik ken dat zo het moment dat je zo... Je hebt zo'n zieke deadline voor school. Gesteld uit, gesteld uit, gesteld uit. En dan plotseling krijg je de ziekste shock van je leven. Omdat je beseft van, fuck, ik heb nog niks gedaan. Dus, dat is basically het punt waar ik nu in zit. Like zeker de video, abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Ik ga nu echt afronden. Dank je wel om te kijken. As always, big love. En dan zie ik jullie in de volgende video. Let's go!